Dag lieve kinderen. Joepie! Op maandag 18 mei mogen we terug naar school. Jullie krijgen 4 halve dagen les per week van je eigen juf of meester. Onze school ziet er nu een beetje anders uit door de coronamaatregelen. Ik overloop ze even met jullie. Als je aankomt op onze school, zie je 2 ingangen. Ingang 1 is voor de kinderen die 's morgens les volgen. Ingang 2 is voor de kinderen die 's namiddags les volgen. Tussen de nadaars zie je witte lijnen. Blijf steeds tussen 2 lijnen en hou afstand. Aan de ingang ontsmetten we je handen. Je krijgt op je hand een virus gestempeld. Die moet je eraf wassen gedurende de schooldag. Je temperatuur wordt gemeten. In alle gangen geldt eenrichtingsverkeer. Houd je daaraan. Probeer steeds de afstand van 1,5 meter te bewaren. Alle volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar dragen op school een mondmasker. Jassen hangen we tijdelijk niet aan de kapstokken in de gang. Hang je jas netjes over je stoel. Alle kinderen krijgen les in hun bubbel van maximum 10 leerlingen. Ieder kind heeft zijn eigen vaste plekje in de klas. Het lijkt wel of elk een eilandje heeft. Tijdens de speeltijd speelt elke bubbel samen op een afgebakend stukje speelplaats. Overdag was en ontsmet je je handen regelmatig. Als je naar het toilet gaat, spoel je door nadat je het deksel dichtklapte. De poetsvrouwen poetsen en ontsmetten alles regelmatig. Als je moet hoesten of niezen, doe dat dan aan de binnenkant van je elleboog. Blijf thuis als je je niet zo lekker voelt. Heb je een boodschap voor het secretariaat? Wacht dan aan het groene bureau met plexiglas. We raden aan om met de fiets of de voet naar school te komen. Elke groep heeft zijn eigen fietsstalling en de fietsen staan op voldoende afstand van elkaar. We wensen jou een fijne en veilige start. Succes!